Ja, ik denk dat de eerste 45 minuten was gelijk opgaand. En je weet dat Heerenveen bepaalde kwaliteiten heeft die ze uit kunnen spelen. En dat deden ze ook een enkele keer. Hoewel je toch kunt stellen dat Greg aan de rechterkant en dan niet aan de linkerkant dat aardig deden. Resulteerde wel in een kans. Ik dacht dat Berends die bal meenam. Maar dat was toch even schrikken geblazen voor ons toen die bal van de lijn gered werd door Toby. Wij ook nog een paar kansen. Zij twee kansen eerste helft. Misschien een situatie die in de 16 meter. Twee keer met Siem de Jong en één keer met een hensbal. Binnen de 16. Maar goed, dat gebeurt de ene week wel. Dat je die beoordeling krijgt dat die op de stip gaat. Nou, nu gebeurde dat niet. Tweede helft denk ik dat we het heel goed gedaan hebben. Alleen voorin konden we het niet uitspelen. Dat was natuurlijk heel vervelend. En dan kun je het veld de schuld geven, maar we stonden toch ook vrij vaak buitenspel. En dat wil je dan niet, want ja, ik denk dat we zo hadden uit kunnen lopen. En op deze manier hielden we Heerenveen in de wedstrijd. En dat was niet de bedoeling. En zelfs gaven we ook nog een mogelijkheid weg met Demi de Zeeuw, waaruit ze hadden kunnen scoren. Het duurde behoorlijk lang voordat Luis zijn 100ste goal maakte. Dat had hij beter iets eerder kunnen doen en dan hadden wij waarschijnlijk wat rustiger gezeten, maar ik was toch tevreden als je in ogenschouw neemt dat Gabri niet mee kon, als dat hij was ziek. En dan moet je met een ander middenveld spelen, waarin ik gezien heb dat Siem de Jong het eigenlijk fantastisch deed in verschillende rollen. En ook die kleine Eriksen, die viel goed in. En die hebben natuurlijk samen nog niet gespeeld. We hadden geen echte defensieve middenvelden over, zoals Rasmus, die overigens behoorlijk aan zijn knie geblesseerd is. En uiteindelijk kun je stellen dat we tevreden zijn dat we naar Amsterdam teruggaan met 3 punten. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Eversen. Er was na de overwinning van vorige week toch wel een bepaalde tevredenheid na een moeilijke periode hiervoor. En als je dat tegen Ajax speelt, dan kan dat een dankbare tegenstander zijn, omdat je eigenlijk niemand op hoeft te peppen, want iedereen weet precies wat je dan moet brengen. Nou, ik vond dat we aardig aan de wedstrijd begonnen. En ik vond dat we op dat moment absoluut niet de mindere partij waren. Ik vind alleen dat we op sommige momenten speelden we in de 6e versnelling. En dan willen we zo graag naar voren en dan willen we zo graag een situatie op een hele mooie manier oplossen, dat we daar toch wel wat balverlies door leiden. En Ajax beheerst één ding heel erg goed. En dat is als je balbezit krijgt, dat ze ongelooflijk snel schakelen. En daar moet je voorzichtig in zijn en daar kwamen wat mogelijkheden door. Zelf krijg je wat kansen. Ik vond de kans van Berends, de situatie met Paolo en Riek, dat die, als hij hem gewoon één keer meeneemt en schiet, is er niks aan de hand. Maar dat duurt net even te lang. Wat documenten wat net niet goed vallen. En dat, maar ik vond dat we op dat moment heel aardig speelden. Nou, in de tweede helft begin je natuurlijk al heel snel met wat ik een enorme blunder vind, de 1-0. Ja, in zo'n situatie rest er één ding, dat is die bal moet gewoon weg. En dan, als je zo'n bal op die manier oplost, dan vind ik dat toch wat heel erg nonchalant en arrogant. Ik vind dat soort fouten maak je niet tegen Ajax. Nou, dat is het 1-0. Ja, dan moet je wat meer risico gaan nemen. En ik vind dat we dan op dat moment, zeker op middenveld, wat meer rust moeten brengen, wat langer balbezit moeten spelen, positiespel beter moeten spelen. Maar dat is nog niet van het niveau wat ik graag zie. En daar zullen we heel hard aan moeten werken. Ja, rode kaart, 10 man. We hadden net gewisseld, Papadopoulos ingebracht, Sibon erachter. Eén man die wat meer druk zet en Sibon als aanspelpunt, omdat je dan je zijkanten misschien wat kan bespelen. Ja, dat moesten we snel, heel snel wijzigen, omdat je met 10 man komt te spelen. En, ik dacht een terechte rode kaart. Zoals je meer herhaling ziet, is het altijd wat makkelijker. Ik had dat niet gedaan op dat moment zelf. Ik had meegelopen, maar ja, hij neemt die beslissing. Ja, dan moet je gaan wisselen op middenveld, dan hebben ze een man over. Ja, dan spelen ze dat heel makkelijk uit. Dan probeer je op het laatste achterin Michel door te schuiven naar het middenveld. Maar dan zijn ze zo uitgekookt en hebben zoveel kwaliteit dat je dan nog blij wezen, wat Martin al zei, dat ze het niet goed uitspelen. En we hebben wel in de tweede helft de kopkans van Paolo Rieken. Ja, zo'n bal moet erin. Ja, als daar Papadopoulos staat, is het een goal. De situatie met Roy.
Als hij gewoon over de grond speelt, staat Paolo Rieke helemaal vrij bij de tweede paal. En dat zijn de situaties die wij dan niet goed uitspelen. En de kwaliteit bij Ajax is dat ze dat vaak beter doen. En dat heeft denk ik met kwaliteit te maken. Maar ik heb een strijd bij Heerenveen gezien. En ik heb een goede basis gezien voor de komende wedstrijden. Want dat zijn toch de wedstrijden waar wij met de punten moeten pakken. En ons zo snel veilig moeten spelen.